Goedenavond jongens en meisjes, dames en heren. Welkom weer bij deze gloednieuwe aflevering van Switch op deze vrolijke, bijna superzonnige donderdag. Ik ben blij dat jullie natuurlijk allemaal weer zitten te kijken. Vandaag hebben we weer tenminste 3 leuke items. We gaan het hebben over een nieuwe videoclip. We gaan het hebben over een theaterstuk waar mijn 2 eigen collega's aan meedoen. En we gaan het hebben over de B-boy kampioenschappen. B-boy, wat is dat precies? Nou, dat wordt zo meteen uitgelegd. We gaan het als eerste hebben over de allernieuwste videoklas. En dit is speciaal voor alle mooie meisjes die in de klas zitten, toch heren? Ja. Nou, in ieder geval 3 van de 100.000 die bij jullie in de groep zitten, die zijn nu hier. R-Studio, is het R-Studio Crew? Dat volgens mij R-Studio Crew. Ja, want waarom was ook alweer dat jullie je naam hadden veranderd destijds? Oh, ja. Want eerst waren jullie weer R-Studio Crew, toen was het Airliners, toen was het R-Studio en nu zijn jullie weer R-Studio Crew. R-Studio Crew was eigenlijk... R-Studio was gewoon even een naam op R-Studio Crew. Omdat jullie even niks konden verzinnen. Ja. En uiteindelijk hadden we Airliners en... En toen waren jullie net zat om te airlinen en toen werd het weer R-Studio Crew. We waren bijna gestopt met muziek voor een tijdje. Oké, maar wie is beide? Want jullie zijn met z'n 6. Ja. Maar dan wie is beide? Ik zei bijna. Oh, bijna. Ja. Want jullie zeiden beide zijn gestopt met muziek. Oké, maar nu zijn jullie gewoon weer R-Studio Crew. Yes. Jullie hebben een hele tijd waren jullie super hot en toen heb ik heel lang niks over jullie gehoord. Ik heb niet gezegd dat jullie er niet hot uitzien, Rodney. Ik heb gewoon gezegd, de hele tijd waren jullie hot en werd er veel over jullie gesproken. En kon je de radio niet aanzetten of een liedje van jullie voorbij komen. En toen ineens was het heel stil. Ja. Toen waren jullie kennelijk eventjes out of the air. We met jullie het... airline. Nou, we zijn één. Met airliners hebben we wel een paar hits. Automatisch, ja. Sky High. Maar toen was het toch ineens heel stil? Ja, dat bedoel ik, dus toen waren jullie out of the air. We waren aan het werken. Oké, aan het werken, maar niet echt dat jullie... Nee, we dat bedoel ik. Jullie laten me zoveel woorden gebruiken. Nee. Denk even mee. Daarvoor word ik betaald, jongeman. Oh. Maar goed, in ieder geval, R-Studio Crew zijn jullie nu. Jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Ja. Mooiste meisje van de klas. Ja. Het grappige is dat ik het alleen ken als televisie. Het is een televisieprogramma wat zo heet, het mooiste meisje van de klas. Oh. Dus ik dacht eerst dat het iets daarmee te maken had. Nee. Maar dat precies niets daarmee te maken. Nee. Nou vertel, wie is op het idee gekomen, waar gaat het precies over? Ik ben eigenlijk op het idee gekomen. Het gaat meer over, iedereen heeft zoiets meegemaakt. Je bent op school en je zit in de klas en er komt een mooie dame of een mooie meisje. Mm-hmm. En je wordt er aandacht. Een mooi meisje, een mooie meisje. Ja. Sorry. Mm-hmm. Voor jou, ja. En je hoort aandacht van de en ze geeft je niet. En dan ga je allerlei dingen doen om aandacht van het te trekken. Wie was toen jij op de basisschool zat, wie was toen het mooiste meisje van de klas? Zo. Boy. Je mag gewoon de naam doen hoor. Ze gaat het waarschijnlijk nog steeds hartstikke leuk vinden. Nou, wie? Als je zegt dat je het niet weet, dan ga ik nu zeggen liar, pants on fire. Want ik zie gewoon aan je dat je wel weet wie, maar je durft de naam niet te noemen. Ik weet het niet. Jij, wie was toen jij op school zat het mooiste meisje van de klas? Ik ga het aan jou ook vragen. Zo. Moet ik het liar, pants on fire. Ja, wie was toen? Ik heb het over basisschool. Ach, daar zijn jullie toch al lang overheen gegroeid. Oké, ik weet wel, maar ik kan niet op de naam komen. Mag je jokken live op deze? Ik jou niet. Middleman, jij? Ja, of staat ze toevallig op je shirt? Nee, toevallig niet. Nee. Uh-huh. Is er een dame? Ze staat zo krullen en zo. De naam om... Ze is half naar Holland verhuisd. Dus? Toen had ze ineens geen naam. Volgens mij... Volgens jou. Paal was de achternaam, of is de achternaam, denk ik. Als ze niet getrouwd is nu, hè? Ja. Ja. Oké, meisje Paal was toen het mooiste meisje van de klas. En van welke school was dat toen? De Salemschool. Waarom kijk je naar hem? Ik moet even denken. Dus like way back, ik woonde eerst op Coroni, een tijdje. De Salemschool. Ja, en daar zat zij op school. Ja. Nou, voor al die mensen in Coroni die nu zitten te kijken, die gaan nu heftig bellen en appen naar het meisje Paal. Wow. Weet je dat je toen het mooiste meisje van de klas was volgens? Ja, ik probeer het nog een keer bij jou. Zo. Ik was het Patricia? Nee. Yes, Patricia. Dat mogen jullie straks gaan uitzoeken. Ik weet het echt niet. Maar hoe weet je niet meer? Je weet toch nog... Ik weet hoe ze eruit ziet, maar
Ik ben de naam vergeten. Op welke school was het? Het was de Rakaraka school, dus op Flora en zo. Op Flora en zo, maar die doet net alsof dat dan op zo. Ja, nou, dat was op Flora, oké. Okay. Welke klas was dat? Derde. Derde klas basisschool. Ja. En hoe zag ze er toen uit? Het was, light skin om het zo te noemen. Ja, lichtkleurig. Lange haren, korte haren, geplakte haren. Kort S1, nee toch? Bob? Kroeskort, no, nog geen Bob. Oh, Kroeskort. Nog geen Bob. Kroeskort? Ja. Oké. Okay. Zoals denk ik. Slanky? Slank. Slanky. Oké. Okay. Hij zat wel cute, echt bolle toet. Dus zat een beetje bolle toet? Ja, dus, oké. Okay. Ja, dus daarom en heb ik was wel daarom, daarom. Nou, nu heb ik zo'n leuke verrassing voor jou, want ik had al van tevoren gecheckt, dus hier is ze. Nee, wat grapje. Zijn ogen werden zo groot, grapje. Rodney, jij? Dus. Dus wel, welke school was het? Laten we het daar even over hebben. Basisschool. Je weet toch wel waar je op de basisschool hebt gezeten? Ik weet niet meer. Ik weet Mullo school was het. Mullo school. Okay, welke Mullo school was het? Nee, je hoeft niet te vergeten. Berkenveld. Nou, dat is al één stap. Kijk, zo toevallig. Nou, ik zit hier. Dame, ik zit niet op de grond. Ja. Zo toevallig, die dame die erin speelt. Ja. Ik had ook een oogje op haar. Maar zat zij ook bij jou op school? Ja. En weet ze dat ook? Ja, zo. Oh, zo. En waren ze vriendinnen van elkaar? Nee, dus die dame die... Ja, die nu in jouw clip speelt. Ze zat toch ook op de Berkenveldschool? Ja. Die vond je ook leuk? Nee, zij vond hem. Zij was het mooiste meisje. Oh, zij was het mooiste meisje. Je hebt jezelf heel goed gered, maar ik zie aan je dat je... Nee, je kan zelf... Maar er was nog een andere waarschijnlijk. Ja, maar dat is zoveel, man. Oh, sorry. Sorry, dus dat was de Berkenveldschool? Ja, dat is de Berkenveld. Stond de Berkenveldschool bekend om de mooiste meisjes van alle klassen? Van alle scholen, ja, man. Ja? Ja, man. Dus als je daar zat als meisje, dan wist je... Hallo, sowieso. Miss Universe in the making. Ja, iedereen is mooi. Ja. Niemand is lelijk, dus. Nee, daarom. Iedereen heeft een aparte schoonheid. Oké. Maar dat was, daar zaten wel een beetje de aandachttrekkertjes op. Sowieso. Zo, daar, dus is, ja. Oh, sorry. Sowieso. Maar waar het over meisjes, niet over jongetjes. Goed. Die heren moet je ook complimenteren. Ja, dat is waar. Nou, dan maken jullie een volgende track de leukste jongen van de klas. dat kan dan weer net niet. Maar luister even. Het mooiste meisje van de klas... met deze single, want ik heb hem al een paar keer al gehoord op de radio, uiteraard. Met deze single laten jullie dan ook weer echt zien, bam, we zijn er weer, we gaan heel veel dingen weer doen voor dit jaar. Wat is er nog meer in de planning? Ik denk dat we het kunnen zeggen, we zijn een feestje aan het plannen. Jullie zijn een feestje aan het plannen? Ja. Nou, wat leuk, vertel. Het is jij zegt we zijn een feestje aan het plannen en toch kijk je naar hem. Ongelooflijk. Ja. Nee, we zijn een feestje aan het plannen. Ja. Pure No Ice. Onze album. Hoe op je pure? Pure No Ice. Letter. Pure No Ice. Oh, puur no... geen ijs. Yes. Ja, oké. Okay. Dat is 25 juni. 25 juni. Ja. En wat is er zo bijzonder aan het feestje? Dus we kunnen niet te veel ervan verklappen. Nee, maar ik wil wel even weten wat er zo bijzonder aan is. Het wordt is echt het een show. Ja, het wordt een van de doopste shows. Het wordt echt een show van ons. Wij gaan. Ja. We hebben alleen Suriname. Ja, ja, dat maakt het apart. Ik kan niet te veel ervan zeggen. We hebben heel veel Surinaamse artiesten. Oh, dus wacht, het is een soort van megaconcert met alleen maar Surinaamse artiesten. Kan ik het zo een beetje zien? We zullen niet zeggen een concert. Een concert. Het is een feestje waar alleen Surinaamse artiesten optreden. Dus we hebben meer. Ook artiesten die nu ook... En DJ, ook DJ. Ook Surinaamse DJ. Maar alles is Surinaams. Ja, alles is Surinaams. Puur Surinaams. Ja, letterlijk. Pure No Ice. Ja, die had ik al begrepen. Ja, nou, hartstikke goed. Luister, het mooiste meisje van de klas. Staat dat op een album? Ja. Ja. Paniek, ja. Oh, dit is hem. Dit is hem. Gouden plaat, 18 karaat. Oh, pardon. Gouden plaat, 18 karaat. Het laat me even aan iemand anders denken. Andere artiest met dat. Maar luister, wat is er zo bijzonder aan dit album? Het zijn gouden nummers. Gaat iemand erop inzoomen? Ja, dat? Wat er zo bijzonder aan is? Ja. Wat maakt dit album nou anders dan jullie andere albums? We hebben... Dit is onze eerste album. Onze eerste album, officiële album. We hebben alles zelf bekostigd. Ja. Alles zelf geproduceerd. Ja. Alles, ja. Alles. Alles. Design alles zelf gemaakt. Alles. Logo alles. Zelf gemaakt. Alles. Pure No Ice. Yes. Oké, okay, nou. Hierop hebben we niet echt rekening gehouden met wat mensen zouden denken van wat we naar buiten brengen. Nee, jullie hebben gemaakt wat jullie heel graag, ja, dus, wat jullie graag willen laten horen en wat jullie ook mooi vinden. Precies, daarom zeggen we ook gewoon puur. Nou, we zeggen het gewoon puur.
We zetten geen ijs om niks te verzachten. Gewoon puur no ijs. Oké. Okay. Hey, maar leuk, want het mooiste meisje van de klas is treknummer 6. En dan zie ik hier een andere treknummer 17. Mami is bad. Ja. Sorry, als je mooiste meisje hebt gehad, dan... Na de basisschool op Mulo, dan is het klaar. Ja, mami is bad. Dan wordt mami gewoon bad. Ja. Ook een overklap. Na mooiste meisje komt treknummer... Welke? Acht. Nobody. Ja. Oké, okay, dus dat wordt de volgende single. Komt in... Juni? Nee. Mei. In mei. Oh, dat is volgende maand al. Ja. Dat is al heel snel. Ja, nee, dat is duidelijk. Jullie zijn ernstig wakker geworden. Ja. Nou, hartstikke goed. Air Studio Crew, ik wil jullie bedanken voor de komst naar de studio. En nog groetjes aan de andere 100 leden die jullie hebben. Jullie mogen je clip zelf aankondigen en dat mag in die camera. Zo, dit zijn de boys van de Air Studio Crew. En jullie mogen genieten van het mooiste meisje. Van de klas. Nou, ik zei het al bij de introductie, dat we het ook gaan hebben over een theatervoorstelling. En het leuke is dat het is altijd leuk als je je eigen collega's ergens voorbij ziet komen. En zo ook is het nu leuk dat je ziet dat ze in de theatervoorstelling voorbij komen. Toch, Misha? Ja. Ja. Nou, daar hebben we Misha van de Weekrand. Leuk dat je er bent. Je gaat ons niet de nieuwtjes vertellen. Nou, we hebben Marisa hier, zij weet het eigenlijk. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk, je gaat niet de nieuwtjes van de week vertellen, want normaal gesproken zit je in de Weekrant. Nee, ja, toch? Nee. Overmorgen weer. Ja, en naast jou zit? Rajiv Ganga. Nou, en Rajiv, jij zit ook in het toneelstuk, denk ik, of niet? Yes. Oké, okay. Ik ga straks helemaal vragen hoe dat precies met elkaar zit. En daarna zit iemand, ja, ik zei dat is mijn moeder van heel lang geleden, die heb ik al heel lang niet gezien, maar ik ben wel zo blij dat ze er weer is. Ja, ik ben ook blij dat ik er ben, dat ik je een brassa kunnen geven. Ja, dat is belangrijk. Na zo lang, hè, na zo lang. Marisa, vertel. Vertel, ik ben bij de Nationale Volksmuziekschool al een paar jaar directeur en dit jaar bestaan we 10 jaar. En dat moeten we vieren. Ja. En mijn voorzitter, Karin Revos, die heeft altijd geweldige ideeën. Die kwam met het idee om te kijken wat we met het oude Doetheater van Thea Doelwijd en Henk John konden doen. Oké, maar voordat we dan verder daarop gaan, voor de kleintjes onder ons. Wat was Doetheater of is Doetheater? Ja, want we horen er veel over, we lezen er veel over, maar wat was het eigenlijk? Kijk, in de geschiedenis had je Biggie Does en dat was in de tijd van de slavernij. Dat was eigenlijk... maatschappijkritisch theater van de slaven en de geweven slaven, waarin ze odos brachten aan wat er gebeurde in de maatschappij in die tijd. Oké. Okay. En dat is in de tijd opgepakt eigenlijk door Henk John, hetzelfde concept en Thea Doelwijn. En die zijn voor de onafhankelijkheid al jaren ervoor begonnen met maatschappijkritisch theater. Nou, dat klinkt zwaar, maar het is gewoon theater wat elke dag de krant leest en zegt van, Zijpsa, toch? En daar gaan we iets over schrijven. En dat deden die twee mensen, Thea en Henk John. En dat was volle zalen. Thalia zat altijd vol. Nou, ik woonde in Nederland toen, maar ik ken alle liedjes van het Doetheater uit die tijd ken ik. Oké. Na de onafhankelijkheid hebben we heel veel andere geschiedenissen te vertellen. En dat hebben ze ook nog in theatervorm gezet. Dus toen kwam Karin met het idee van, kunnen we daar iets mee? En Thea Doelwijd was toevallig vorig jaar... Begin vorig jaar in Suriname met vakantie. En die was wild enthousiast. Nou, die vrouw is echt Jaja, zoals we het noemen. Want ze is gewoon 80. Super. En ze is echt, echt Jaja. Alle teksten zijn tevoorschijn gehaald. En we zijn gaan zoeken naar een goede regisseur. En dat werd Ivan Tayapin. Natuurlijk. Ivan's hoofd wordt elke keer een beetje groter. Want zijn naam wordt hier zo vaak gebruikt. Hey, maar laten we Ivan een keertje hier. Ik heb hem al 100 keer uitgenodigd. Hij komt nooit. Ik denk voor mij, als jullie ons nog een keer uitnodigen, zorg ik dat hij hier zit. Oké. Okay. En Ivan heeft gekeken naar het script en iets heel moois van gemaakt. Want we hebben uit al die verschillende producties van het Doetheater hebben we stukken gehaald. Oké. Okay. Dat is veel met zang, maar ook cabaret. En dat kennen we niet meer in Suriname. Dus toen moest degene die het grootste deel van de muziek heeft geschreven... Wie is dat? Dat is Harto. Die is ook naar Suriname geweest om te helpen. Om de cast te helpen, om de band te helpen. Maar voordat die cast en die band waren samengesteld... hebben we dus bij de muziekschool audities gedaan. En er waren ontzettend veel mensen. Jongelui, tussen 15 en 35 hadden we gevraagd. Muzikanten, dansers, mensen van onstage, theatermensen, mensen van de muziekschool, ex-leerlingen. Eigenlijk gewoon iedereen. Ja, die. En toen hebben we een hele goede keuze kunnen maken uit al dat jonge talent in Suriname. En waar ik heel blij mee ben, eindelijk dat we met onstage samen de koppen... Ik zei van,
alsjeblieft, laten we samen iets. Ja, precies. En dat is gebeurd. En die zijn ook door die auditie gekomen. Je gaat natuurlijk niet omdat je bij ons steeds of omdat je bij de muziekschool bent. Nee, dan dat je zit je erin. Je moet wel wat kunnen. Ja. Maar kunnen we zeggen een beetje, Marisa, dat het Doetheater 2.0 is? Want je hebt het, we zitten in een hele andere tijd. Nee hoor. Dit zijn natuurlijk ook allemaal gezichten van deze tijd. Ja. Kijk, het Doetheater, alle thema's die behandeld werden toen, het is echt geschiedenis. We willen aan de jongeren laten zien, want behalve dat we 10 jaar NVMS hebben, we 40 jaar onafhankelijk. Mm-hmm. Wat gebeurde er daarvoor in theatervorm? En wat gebeurde er daarna? En wat gebeurt er nu? Is er iets veranderd? Is het hetzelfde? Is er iets veranderd? Ik ga daar geen uitspraak over doen. Absoluut. Je moet gewoon komen kijken. Maar wat wij willen vertellen met ode aan het Doetheater, dan moet je naar komen kijken. En wat hebben we gedaan? We hebben, omdat we zoveel jongeren willen hebben, eigenlijk in die zaal. Mm-hmm. Want er komen natuurlijk mensen van mijn generatie, want die kennen het. Ja, precies. In een ander jasje gaan ze het zien. Maar ze gaan de liedjes dingen herkennen. Zingen. Ja. Maar we hebben het zodanig ingericht, en dat is onder andere echt Ivan die daarnaar heeft gekeken. Hoe is het voor jongeren aantrekkelijk om daar naartoe te komen? En we hebben die kaartprijs gewoon heel laag gehouden. Want in deze tijd moet je wel 3 keer nadenken. Ga je ergens naartoe? Ga je soms 4, 5 keer. Ja, precies. Ja, dus dat. En nou, ik vind 35 SED voor nu absoluut niet. Want iedereen vraagt zo laag. Ik zeg ja, we moeten vol het schalen. Want een half vol de zaal is niet gezellig. Nee. Ja, dus dat is wat gaat gebeuren. Okay. En ik moet je zeggen, ik ben zo blij dat ik aan deze productie mee mag werken, behalve dat gewoon de muziekschool ook heel leuk is. Deze productie erbij. En ik ben helemaal verbaasd over de inzet van de hele cast, want ze repeteren echt 4 keer in de week, zie je. Ze zien er niet eens moe uit. Echt keihard, behalve dat ze naar school gaan studeren, werken, een job hebben, toch? En ik ben er bijna altijd bij de repetities. Vandaag ga ik niet, maar we zitten hier. Dus het is echt, je ziet groeien, de manier waarop de regisseur het aanpakt. Ik heb echt bewondering voor me. Dat meen ik oprecht niet, omdat ik hier zie wat je weet hoe ik ben. Ik ga nooit iets zeggen wat ik niet meen. Ja, maar zijn hoofd wordt steeds groter en altijd wordt zijn hoofd heel groot als er mensen hier komen zitten die samen met hem werken. Dus iPhone voor de 1000ste keer, hè? De Meestraat nummer 57, daar staat de deur nog steeds voor je open. Luister, maar wat is de looptijd van deze voorstelling? We beginnen met voorstelling 6 mei is een VIP-première eigenlijk voor vrienden van de Nationale Volksmuziekschool. Ja. Dus als je daar naartoe wil, moet je eventjes bellen naar ons. Dan kunnen we je informatie daarover geven. Ja. Maar daar worden ook de mensen die ons gepusht hebben om het te kunnen uitvoeren. Zowel financieel als gewoon in natura, weet je. Ja. Flyers die van een drukkerij komen, die sponsort. De Nederlandse ambassade die ons powert. En nou, zo nog een heleboel bedrijven. En gelukkig, Surinaamse bedrijfsleven heeft toch, er komt elke dag wel een bedrijf bij die zegt, we willen toch iets we willen toch wel dat iets doen. Dat is echt geweldig, want daar waren we wel bang voor. Toen we eenmaal begonnen met het uitvoeren, bleek gewoon dat het veel geld gaat kosten. En het mooie is, of het nou iets heel kleins is, wat ze doen, of iets heel groot, alle beetjes helpen. Alle beetjes, echt alle beetjes helpen. Ja. Okay. En kijk, Thalia is de enige plek waar je zo'n theaterproductie neer kunt zetten. En ook omdat het natuurlijk een stukje nostalgie is, omdat ze veel in Thalia hebben gespeeld, Doetheater. Ze hebben overal het Caribisch gebied gespeeld, ook in Nederland. Maar Thalia was ook wel een beetje thuis haven. Basis. Okay. En dat is prettig. En dat kon alleen maar omdat Thalia zelf ook bereid was om voor ons een speciale package deal te maken. En ze helpen ons echt. En er zijn scholen waar we, want het is een grote cast die vaak met z'n allen op het podium staat. Ze hebben ook heel vaak scènes waar je heel veel ruimte nodig hebt. En een live band ook constant op het podium die meedoet in het stuk. Weet je, de muzikant. Dan heb je wel even ruimte nodig. Ja, dus we hadden ruimte nodig. De muziekschool heeft lokalen, maar die zijn lang niet groot genoeg. Dus in het begin hebben we daar gerepeteerd met kleine groepen. En toen alles bij elkaar moest, toen zijn we gaan zoeken. De Kennedy School heeft ons toen een zaal onderdak geboden. Big Op Kennedy School. En Berkenveld School die ons 2 avonden. Big Op Berkenveld School. Ik heb net gehoord dat daar de mooiste meisjes vroeger op school zaten. Dus overal hebben we hulp gekregen. Ja. Weet je, een bedrijf als de Radica wat zegt, nou heb je geen plek, kom maar bij ons. Maar we hebben een speciale vloer nodig, want ze moeten
ze worden geduwd en geschopt en geslagen. En ze moeten springen en dansen en vrolijk zijn. Ze worden zwaar mishandeld, ja. Maar het is wel leuk, het is wel leuk, ja. Het is heel mooi. En er zitten een paar stemmen in. Nou, ja, want dus daar wilde ik eigenlijk ook even overstappen. Dat ik zag een foto en ik zag inderdaad geen onbekende, behalve mijn eigen collega natuurlijk. Geen andere onbekende. Want ik zag Dominique Gravenberg. Ja, ja. En toen dacht ik, oh ja, zij zingt natuurlijk gewoon heel goed. Ja, Thekla Klarke met een prachtige stem. Valerie Jane. Maar jouw collega, Misha, wist zij dat zij kon zingen? Nee. Dat wist ze volgens mij zelf niet. Nee. En ik zou je zeggen, de musical director, dus toen Harto weer vertrokken is naar Nederland, toen heeft Bud Gadem, mijn collega, overgenomen. En Bud zegt van de week tegen me, ik heb het er niet verteld hoor, ze hoort het voor het eerst. Weet je wie gegroeid is in zang in die paar weken? Misha Robin. Oh, nou dat is Misha Robin wordt ook zo groot. Ze gelukkig heeft weer een grote studio hier. Ze heeft echt een prachtige stem. En daar doen we gewoon iets mee. Oh ja, iets mee. Oké, maar dan straks, want we zagen net een aantal data waarop het gespeeld wordt. Ja. Maar straks is het voorbij. En dan? Ja, weten we nog niet. Komt er dan... Geen idee, hebben we nog niet. We zijn nu zo gefocust op die 10 voorstellingen die Thalia moeten geven. En dat is echt... Dat is al heel heftig natuurlijk. Heel heftig, ja. Oké, nou dat komt nu weer eventjes in beeld. Je wil niet weten hoe groot het circus eromheen is. Ja, nee, dat geloof ik meteen. En als ik nog even doorga, dan ga je echt alles verklappen. Ja. Het is dus eigenlijk een beetje geschiedenis. Ja. Wat door hedendaagse mensen wordt gebracht. Ja. Maar wat op zo'n manier wordt gebracht dat jongeren het ook heel erg leuk gaan vinden. Heel leuk. Ja, het wordt echt heel mooi. Ik sweep even over naar 2 castmembers, zoals dat altijd zo mooi heet. Misha, wat is jouw rol? Behalve dat je heel mooi kan zingen, dat weten we dus nu allemaal. Oh, nou, er zijn dus 6 personages die uit die tijd terug worden gehaald. Ja. En ik speel 1 van ze. Ik speel Mariette Moustakim. Oké. Okay. En wie is Mariette? Waar komt ze vandaan? Nou, het Doetheater bestond dus uit een aantal mensen. Helen Kamperveen bijvoorbeeld, die zat er ook bij. Ja. En een van mijn collega's die speelt Helen Kamperveen. Ja. Maar het is niet Helen Kamperveen van hoe wij haar nu kennen. Ja. Nee, het is Helen Kamperveen in de rol van die verschillende stukken die er waren. Okay. Dus elk stuk weer, elk fragment, hoef je niet per se een bepaald personage te zijn. Dat je één bepaald karakter hebt. Nee, je bent dan meerdere. Oké, dus eigenlijk groei je zeg maar mee met de personage door de tijd heen, zeg maar. Wat vooral belangrijk is bij dit stuk, is dat de geschiedenis van toen en het verhaal van toen naar voren wordt gebracht. En dat doen we dus met de 6 personages, maar ook met een heleboel. Rajiv bijvoorbeeld, die heeft een prachtig monoloog. Ja, maar dan moet je niet verklappen, anders kan hij niks meer vertellen. Maar ik wil iets over jou weten. Jouw personage. Nou, het is moeilijk om aan te geven dat ik dat speel. Oké, maar wat is maar dat is natuurlijk wel iets waarvan je denkt van nou, dat stukje vind ik zo leuk. Nou kijk, op een gegeven moment zijn we een stel vrienden en we gaan door de geschiedenis. Ja. Dus dan komen we langs bij de ruzies tussen de Kriolen en de Hindustanen. Mm-hmm. Want dat was echt een big topic in de periode van de onafhankelijkheid. Ja. Dus daarvoor en tijdens die periode. En we gaan door de onafhankelijkheid, we gaan door de periode daarna, de corruptieperiode. Mama, het was voor jou het leukste stuk om te zien. Voor mij, je weet wat. Ja, van jou. Voor mij het leukste stuk. Het leukste stuk vind ik de periode voor de onafhankelijkheid. Waarom? Omdat ik dan toch wel heel erg blij ben en in de mineurstemming. Blij in de mineurstemming. Nee, en niet in de mineur. Oh, en niet in de mineur. Puntje. Want Misha, ik ben bang dat je straks alles gaat verklappen. Rajiv, jij, wat is jouw rol? Wie ben jij? Zo. Ja, dat Misha zei. We hebben verschillende rollen. Oké. Dus het gaat echt vele kanten op. Ja. Je bent niet aangenomen voor een rol. En dat is ook een leuke ervan. Maar haar karakter heeft wel een naam. Ja en nee, dus dat is het juist. Oké, wat is jouw meer een van de namen van jou? Kijk, als ik mijn karakters een naam zou moeten geven, dan ben ik Baba Hong. Oké. We hebben verschillende rollen. En dat is heel leuk, het is vreselijk intensief. Dus dat wilde ik zeggen, het zal wel heel intensief. Het is heel intensief, maar ja, het is wel van je hoofd. Ja, precies. Het maakt alles gewoon prachtig en draaglijk. Maar wat vond jij, want het is diezelfde vraag natuurlijk, wat vond jij het leukste stuk om te spelen? Het leukste stuk om te spelen voor jou? Voor mij? Ja, is in principe mijn monoloog. Je monoloog, waarom? Omdat het
het moet op een bepaalde manier naar voren gebracht worden. Mm-hmm. En dat is best uitdagend, omdat er zijn verschillende emoties in hetzelfde stuk van mijn mond lopen. Okay. En dus die switch wordt gewoon echt plotseling gemaakt. En dat moet dus eigenlijk echt op de juiste manier gebeuren. Dus omdat het zo'n enorme uitdaging voor jou is geweest, vind je dat ook het leukste stuk? Dat is zo. Puntje, puntje, puntje. Ja, ja, ze zijn zo enthousiast. Ja, ik weet precies over welk stuk hij heeft. En het nee, maar je hoeft daar niet verder over te super. Nee. Ik ga niet erop leggen. Stuk is een grote uitdaging, want het is een groot. Jawel, maar voor hem was dat natuurlijk dat stuk, omdat hij dat vindt het leukste. En ik doe voor het eerste theater. En jij doet voor het eerste theater. Jij, Rajiv? Tweede theaterstuk. Oké. Eerst was Sick Society. Ja. Precies. Ja, precies. Ja. Nee, zo bij mij ook dat kwartje. Ja, het is een beetje moeilijk, want nu heb ik kleren aan. Ja, precies. En je had daar helemaal geen kleren. Ja, zo zie je eruit met kleren. Ja, helemaal niet best. Nou, ik kan jou alleen zonder kleren. Ja, precies. Nee, maar het is... dit wil ik altijd doen. Ja. Het tweede stuk binnen een jaar vind ik prachtig. Ja, dus, dit vind je wel echt te gek, hè? Dit is wat ik wil. Dit is wat je wil. Misha, jij ook? Theater of film? Nou, ik heb of televisie. Ik heb nog niet opgetreden, dus we moeten kijken hoe de optredens gaan. Ja, maar hoe je het nu zo beleeft? Nou, ik wist niet dat ik theater zo leuk zou vinden. Nou, ik zag Sick Society en ik begon het zo. Ik zag Sick Society. En toen dacht je, dat lijkt en me wel wat. En toen dacht ik, hey, ik wil ook een keer proberen om live voor het publiek zo helemaal al je emoties uit je te kunnen halen. Want voor camera moet je toch wel een beetje gedempt spelen. Ja, klopt. Want de camera neemt alles op. Je moet het ja, maar je anders, moet denken. Want anders gaan we dwars door die camera heen. Ja, dat is zo. Dus, dit is heel anders acteren. En ik zou niet een keuze maken van wat leuker is. Ik heb natuurlijk langer met televisie, met tv bezig geweest. Dus het is unfair om ze nu te gaan vergelijken. Okay. Dus maar eigenlijk moet ik jou dit aan het einde. Eigenlijk moet ik jou aan het einde vragen van okay, en nu? Eind mei, denk ik. Ja, eind mei moet wacht ik dat vragen. Half juni. Ja, wacht tot half juni inderdaad. De eerste première, of tenminste de VIP-première is op? 6 mei. Op 6 mei. Ja, en de voorstellingen, die beginnen 7 mei. Okay. Dan hebben we eigenlijk elk weekend, dan hebben we één weekend even niet op. Ja, kijk, dan gaat daar 7, 8, 19, 20, 21. Ja, dus niet. En dan even een breakie. Nee, dus die break is... Die break is de week van 13 mei. Oké, dus die is daartussenin en daarna gaan jullie door, op 27, 28 en 29. Ja. Yes. Oké, waar kan ik mijn kaarten halen? Op al die plaatsen die op die flyer staan, maar ik ga je vertellen. Natuurlijk bij de Nationale Volksmuziekschool. Je kunt ook bellen om te reserveren alvast. Als je de eerste drie voorstellingen... Zijn de kaarten er al? Mm-hmm. En van de andere voorstelling zijn ze natuurlijk al gedrukt. Maar dan moet steeds nog belasting een precies, nog een stempeltje moet daarop. Dus eerst geld hebben om dat stukje weer te doen. Ja. En je kunt wel reserveren voor die andere voorstellingen. En het gaat heel hard al. Okay. Dus, want we zijn vorige week begonnen, vorige week maandag, in de paasvakantie. En veel reserveringen binnen moet je dan een week ervoor ophalen. En die zijn 35 SCD. Oké, dus bij de Volksmuziekschool waar nog meer? Optiek Ninon in de Hermitage, maar alle drie Optiek Marisa's, dus ook op Lelydorp. Oké, dat is leuk, We hebben alle twee Shuns Music Centers. En we hebben Broodjeszaak en Wally Zuid. Broodjeszaak, Combe. Jij durfde er niet zomaar een naam te noemen. En Wally's bij de scholen daar, dus dat is heel... Goed. Nou, heel leuk. Het is weer eens anders, weer eens wat anders dan anders. Het heeft mij in ieder geval heel erg nieuwsgierig gemaakt, want inderdaad is het cabaret, is het musical, is het gewoon theater. Volgens mij is het gewoon een ratje toe voor alles. Ja. Ik denk dat het beste is dat je gewoon daar naartoe gaat. Misschien ook wel heel leuk om alvast je moeder daarmee te verrassen, want het is natuurlijk ook moederdag volgende maand. Dus misschien wel hartstikke leuk om jouw moeder dan... Ja, die vaders ook, maar die vaders kunnen die kaart kopen voor die moeders, of de kinderen kunnen dat voor hun moeder kopen. Maar het is misschien wel een heel leuk cadeau, je doet jezelf wel een plezier mee. Je moeder ook, want die gaat waarschijnlijk uit volle borst ook nog eens een keertje mee zingen. Oma, dat is meestal zo, oma, ja, tante, groottante, iedereen en zo. Dus ga je kaartje halen. Mis het sowieso niet, want je weet nooit of het na de laatste datum, of het dan weer een keer verlengd wordt. Ga daar niet op zitten wachten, want voor hetzelfde geld is het niet zo. En dan heb je het gemist. Ja, toch? Helemaal waar. Ja. Okay. En zo'n grote cast bij elkaar krijgen en zo'n heel groot circus. En iedereen kent wel iemand, herkent wel iemand in die cast, omdat die cast ook zo groot is. Ja, dat is waar. Ook hele goede, leuke muzikanten. De jongste, hoe oud is Ryan? 14. Ja, hij speelt viool. Oh, echt een ukkepluk erin. Ja. Hij is geen ukkepluk hoor. Ja, maar 14, hallo. Nou, big up ook voor, hoe heet hij? Ryan. Ryan, big up voor Ryan. Nou, hartstikke goed. Ik wens jullie heel veel succes.
met de voorbereidingen nog. En toi, straks, wanneer jullie gaan. En dan zullen we horen in juni of merken of Misha nog voor de camera gaat staan voor de Weekrant. Dat ze op het grote witte doek te zien is. Of dat ze toch in het theater gaat. Of misschien alle drie. Who knows. Ik ga er nu uit en als ik terug ben, dan ga ik het over iets heel anders hebben. Maar wel over een podiumkunst ook, namelijk over b-boyen. Tot zo. Daarvoor hebben jullie kunnen kijken en luisteren naar een deel van de cast van het Doetheater. Of tenminste, het hernieuwde Doetheater, of de nieuwe cast eigenlijk. Check daar nog eventjes alle informatie omtrent de voorstellingen. Want het zijn een aantal voorstellingen die er gespeeld gaan worden. De eerste zal dus zijn op 6 mei en daarna zijn het een aantal weekenden achter elkaar. Wil je dus graag naar een van deze voorstellingen, haal dan je kaartje bij een van de voorverkoopadressen die eerder genoemd zijn. Goed, we gaan het over iets anders hebben. Hoewel, ik zei het is natuurlijk ook over podiumkunst en dat is b-boyen, toch heren? Ja. Trijp en Reinel. Zo is Reinel hier om een feestje te promoten en zo gaan we het ineens hebben over b-boyen. Ja. Ja, dat had ik niet achter je gezocht. Nee. Ik heb gedanst voor Turbo Squad. Als echte? Ja. Ooit was eens? In de eerste... Eerste setting, was dat jij eerste setting? Klopt. En daarna was het klaar? Nou, andere ambities toch? Andere ambities, ja. En toen dacht je, nou, het maar overlaten aan andere mensen. Ja, nou, eenmaal een hiphopper bleef je, want ik heb het eigenlijk nooit losgelaten. Ik heb altijd ondersteund. Toen ik Wanted deed, heb ik ook altijd items van gemaakt. Ja, klopt. En ik ben ook altijd naar Frans-Guyana met ze geweest, naar Guadeloupe, Martinique. Ik heb Mystical naar Duitsland begeleid. De coördinatie daar is voor Botti. Dat is Battle of the Year. Ja. En zo is Frans-Guyana doorgebleven en nu staat het weer voor mijn deur. Ja, en toen dacht ik, nee, ik moet dit, is, want dit is major, hè? Ja, dat is de World B-Boy Classic. De World B-Boy Classic. Voor de mensen, of moet ik dat even aan Trijp vragen? Trijp, kan je in makkelijke taal uitleggen wat B-Boy is? Want je hoort B-Boy en B-Girl. Ja, B-Boy staat eigenlijk voor Brooklyn Boys, hè? Brooklyn? Brooklyn Boys. Brooklyn Boys, ja, oké. Okay. Tweede naam voor Rocksteady Crew. Maar oké. Tegenwoordig wordt het over de hele wereld gebruikt als voor B-Boys of B-Girls. Oké. Okay. Maar originele betekenis ervan is Bronx Boys. Bronx Boys, ja. Oké, okay, maar het is ook een dansstijl, ja. Iets. Ja, het is een dansstijl, een cultuur die dansers bij elkaar brengt. Oké. Okay. Het maakt niet uit of je andere taal hebt. Nee, het maar het feit gewoon dat je. Een B-Boy bent? B-boy, is het een B-Boy zijn of een B-Boyer? B-boy. Een B-boy zijn of een B-girl. B-boy. Luister, maar het is toch, het is street dance? Een beetje toch? Ja, een beetje, ja. Met wat nog meer? Nou, het is, wij zeggen het is art. Het is ons art. Oké. Okay. Die te maken heeft met onze innerlijke, dat we uiten. Oké. Okay. Dus zo noemen wij het als culture. Oké. Maar het is een kunstvorm. Ja. Het is een vorm van cultuur, toch? Ja. Maar veel mensen denken altijd je hebt breakdance, streetdance en b-boy. Ja. Of is dat dan alles in één wat uiteindelijk... Nee, je hebt verschillende dansstijlen. Oké. Okay. Maar ze zijn allemaal... Maar wat maakt b-boy anders dan streetdance of hip-hop? Nou, hip-hop is eigenlijk gewoon een algemene naam, toch? Dan heb je zijn takken. Oké. Okay. Als streetdance, als popping, locking, DJing, gravity. Zo, dat soms, men zegt dat eigenlijk verkeerd is hip-hop. Hip-hop is gewoon een algemene naam. We zijn allemaal onder de paraplu van hip-hop. Hip-hop. Oké, okay. Ja. En daaronder heb je dan b-boy en dan de rest. Ja, dit is. Dat zien we. The culture. Maar luister, want de wereldkampioenschappen staan voor de deur. En het leuke is dat Suriname het gastland is. Nee. Of niet? Op dit moment, as we speaking, zijn er op dit moment vanaf december kwalificaties rondes gaande. Oh, de founding van World B-Boy Classic zit in Nederland. Ja. En die organiseert sinds 2009 qualifiers around the world. Het is natuurlijk gaan groeien, het waren eerst twee kwalificatiewedstrijden, landen. Ja, er waren eerst twee landen die meededen en zo aan en zo aan. En nu zitten ze op meerdere landen. Okay. En voor dit jaar weten we dat vanaf december al een aantal kwalificaties zijn geweest. Uit het hoofd weet ik dat Taiwan de laatste heeft gedaan. China, België, Frankrijk, Italië. Okay. Dat gaat maar door en door. En dit jaar heeft Dynamic
Dynamic Rockers. Niet de licentie gekregen. Okay. Dat is Jeffrey Roberts. Ik weet niet of je hem ooit hebt gezien. Ja, die is ooit eens hier lang geleden hier en geweest. En hij had ervoor gezorgd dat Mysticals naar Duitsland was geweest. Maar hij had er daarvoor, wij kennen hem dat hij toen met Turbo hier was geweest. Ja, inderdaad. En hij heeft de licentie gekregen, eigenlijk na aanzet van Tribe, want hij was geïnteresseerd in Bro B-Boy Classic. Ja. En die zeiden weer van, hé, is die heer daar in Suriname? We kennen hem niet, maar we kennen jou wel. Ja. Dus toen hebben ze Jeffrey gelinkt en Jeffrey heeft toen weer die link met ons gemaakt. Okay. Dus we hebben de licentie gekregen van Bro B-Boy Classic. Uh-huh. En Suriname mag hem organiseren, maar wat het tofste is van dit... Oh, de Suriname mag die kwalificatie organiseren. Oh, okay. All over the world heb je al kwalificaties. Okay. Maar Suriname mag de kwalificatie organiseren voor een continent en meer. Dat is het tofste. Er is dus nog... dat betekent dat niet alleen Suriname we hier gaan zien, maar ook... Zuid-Amerika, Midden-Amerika en CARICOM. Holy macaroni. Maar dus gewoon een vierkantje. De best of the best wat betreft B-boy gewoon uit dit, van dit continent. Ja. Komt precies. Allemaal naar Suriname. Yep. Wanneer? 30 april. Eigenlijk dat komen ze al eerder. Al. Ja, ze komen al eerder. Ja. Op dit moment is, gaat zijn hoofd, mijn hoofd, Jeffrey's hoofd gaat zo. Ja, dat omdat is we, heel spannend. Omdat we constant of Spaans moeten praten, of Frans of een beetje Portugees en brokko. En dan weer bezig zijn met de jongens van Nederland. Maar die mensen komen dus allemaal naar hier. Heb je ooit. Je bent al langer dan 10 jaar hier. Heb je, heb je ooit in Suriname gemerkt dat een cultuur-event of een uitwisselings-event meer dan 14 landen naar Suriname heeft gebracht? Alleen op regeringsniveau, alleen Carifesta. Dat wilde ik net zeggen, nee, iets anders dan dat niet. Nadien nooit meer. Nee, Carifesta is eens in 10 jaar. Ja. Nee, Carifesta is niet eens in de 10. Dat we het hier hebben gehad. Oh ja, oké. Maar het is over het algemeen niet eens in de 10, nee. Maar dit kan elk jaar. Oké. En... Suriname, een klein land in Zuid-Amerika, een van de kleinste landen in Zuid-Amerika, op Uruguay en Frans-Guyana, voor Suriname als kleinste land, doet de kwalificatie van zo'n groot gebied. Dus op dit moment kijken alle ogen over de hele wereld, want er is een heel groot, platform van World B-Boy Classic met 380.000 volgers. Holy die macaroni. Nu gewoon kijken van... Wat gaat er gebeuren in Suriname? Oké. Hoeveel teams gaan er komen? Weten jullie dat al? Er komen nu 13 teams. Ze hebben aangegeven dat ze komen. Het is een open kwalificatie, dus wij zorgen niet voor hun reis naar hier. Ze moeten, zelf komen, ja. Maar uit 13 landen komen teams. Dus er zijn meerdere teams uit sommige landen. Hij heeft gereisd in Zuid-Amerika. Zijn verhaal is ook zo indrukwekkend. Misschien kan hij het even vertellen. En dan die link maken hoe die Brazilianen en die Argentijnen jou ook vullen. Het verhaal. Er was eens. Ik ben in 2013 begonnen met kleine events. Zo is het begonnen. Maar jullie leven lang heb ik gezegd, ik wil de beste danser zijn. En, maar het heeft me niets gegeven. Ik probeerde video's op YouTube te zetten en zo. Ik bedoel, er zijn miljoenen dansers. Hoe je ontdekt. Dus dan door adviezen van professionals uit het buitenland, Frankrijk, Azië en Amerika en zo hebben ze gezegd, hey, weet je wat, creëer die zin. 2013 kleine event in CCS Prop Fall, zo is het gaan proberen. Yeah. De laatste was in Onstage met Galaxy. Mm-hmm. En dan judges laten halen en van het buitenland. Juryleden laten halen, ja. Met contacten, het waren ook niet veel mensen. Dus door hun te doen ben ik daar gekomen. Oké. En het was vorig jaar freestyle session. Samen met Suriname Mini Boys hebben we de eerste plaats gehaald in Bilem. Oké. Toen zijn we naar São Paulo gegaan. En toen begon ik te reizen naar Peru, Argentinië. Om te kijken van, hé, wat gebeurt er daar? Maar je hebt dan toch ook gezien wat daar gebeurt? Ja, dat bedoel ik. Ja, en tegelijkertijd ook om over de scene te praten, over Zuid-Amerika, hoe we... hoe we het een push kunnen geven. Oké. Dus zo is het gebeurd en ik heb gewoon een open ticket gekocht om dan daar te gaan. Ik dacht, ik ga zien hoe of wat. Ja. Ik wil leren en laten we kijken met wie we nog meer kunnen samenwerken. Ja. En dit is het resultaat. Dat 30 april, dat er gewoon enorm veel teams naar hier komen en gaan laten zien. Maar de juryleden zijn mensen uit het buitenland? Ook. DJ komt, Dietrich Pot. Ja. Die komt als Surinaamse... Afgevaardigde. Ja. Dan hebben we Kid Glide. De B-boys die nu kijken, die gaan gillen omdat Kid Glide net als Michael Jackson is voor de B-boys. Michael wij dachten altijd dat het een bolletje was, maar oké. Nee, Kid Glide is, je moet hem zien als een de icon. Michael Jackson van de B-boys, oké. Hij is een van de legende crew, Dynamic Rockers. Hij is de zoon van de eigenaar van Dynamic Rockers. Oké. Kid Glide, dus hij is ook iemand groot in Amerika. Precies. Dan hij is er gewoon mee doorgegaan. Ja. Dan heb je nog één uit São Paulo.
Igor Orsolan. Hij is ook iemand groot in São Paulo. Ja. Die ook heel veel internationale battles organiseert. Mm-hmm. Hij is daar. Dan heb je ons hier zo. Ja, bij ons. Dat is wat. Welke teams doen van hier mee? Er doen 13 crews van Suriname mee, maar... 13? Ja, hebben ze. Zoveel. Ja, nee, laat me het goed zeggen. Het zijn duo's, hè. Dus World B-Boy Classic is de meest prestigieuze 2-2 breakdance battle in the world. Oh, dus ze mogen maar twee jongens tegen twee meisjes, ja. Of twee meisjes tegen twee meisjes. Precies. Ik weet niet, wordt daar onderscheid in gemaakt? Nee. Oh, het is gewoon, dat moet je zelf weten als team hoe jij je wil presenteren. Oh, en zijn het dansers vanuit de bekendere groepen van hier? Nee. Helemaal niet. Nee. Dat zei ik net. Ik ben 2013 begonnen met deze jongens om battles te organiseren. Ja. Dus als het ware was het een soort van school. Oké, maar als ik nu zit te kijken en ik zit in een hele bekende dansgroep van hier en ik zeg ja, maar ik wil ook meedoen. Dan mag je opgeven. Ja, het is een open kwalificatie. Maar. Wij weten nog niet van tevoren wie er komt. Nee. Voor een goede gang van zaken hebben we de crews gevraagd, want we hebben een brief gestuurd van laat ons wel weten. Ja. En uit al die brieven naar die verschillende landen hebben inmiddels al 13 landen. Crews uit 13 landen. Zich dan in crews uit 13 landen, want Brazilië komt met 5. Ja. Frans-Guyana komt dan weer met 2 of 3. Argentinië komt ook met 2. Maar het is toch 2-2, zei je? Ja, ja, maar het maakt niet uit. Ook al komt er uit een land, zijn er meerdere crews uit een land, mag dat. Ja, Suriname heeft er 13, dus Brazilië zegt we komen met z'n 6. Dat begrijp ik wel, maar als ik nu hier in Suriname zit te kijken, dus even los van al die buitenlanders, want die kijken nu toch niet naar Switch, maar die hier nu zitten en die zeggen ja, maar ik ben ook heel goed en ik wil ook meedoen, waar moeten zij zich dan opgeven? Dan mogen ze op de Facebook page gaan, er is een Facebook event page, World B-Boy Classic Qualifier Suriname. Ja. En dan mag je daarop geven. Of je kan even bellen met mij. Oké. 8512-502. Okay. Doe dat even. En dan lood ik het op. Het is open kwalificatie dus. Wanneer we de preselectie doen op 29 april. Mm-hmm. Want je moet nagaan, gaat bijna 30 zoveel crews zijn. En wanneer gaat dat gebeuren? 29 april waar? Hebben we bij Onstage Performing Arts doen we de preselectie. Oké. Dus van al die Samaricom gaan we de beste 16 kiezen. Oké. En die gaan battelen in NIS voor de nummer 1 positie. Dat is 30 april? Ja. En als ik nou niet wil b-boy, maar ik vind het wel onwijs leuk om er naar te kijken en ik wil komen kijken. Dan mag je komen kijken, dat is de bedoeling. Okay. Want we hebben gemerkt, terwijl we dit project aan het realiseren zijn, hebben we gemerkt dat we op één ding stuiten. Dat is, mensen weten niet hoe groot de impact is van b-boying. En je kan daar gewoon getuigd bij zijn. Maar kan ik ook bij de preselectie zijn en bij de finale? Of je kan alleen bij de finale niet naar de preselectie? De preselectie is gratis. Oké, dat is bij Onstage. Onstage. 29 april, hoe laat? 29 april rond 7 uur. Oké, s'avonds. Ze moeten nog echt gewoon even volgen, want we are on speaking terms, zoals ik zei. Het was een beetje moeilijk om het op gang te brengen. Dus we moeten mediaberichten daarvoor in gaan houden. Maar dat sowieso 29 april weet je dat onstage is. En 30 april? 30 april staat vast. 6:30 gaat NIS open. Ja. En 8:00 begint de battle. Spannend. Elina Ice die komt. Ken je Elina Ice? Oh my god. Ja. Oh, die komt als support act. Ja. We hebben ook nog de R Studio crew. Rika. Oh, nou, die waren er net. En wat gaat een breakdance hip-hop battle zijn? We spraken over hip-hop. Mm. Als je geen tattoo Crazy G erbij hebt. Want zij zijn die rauwe gasten. Ja, toch? Want zij zijn van toen, hè? Ja, toch, maar rauw. En dus zij zijn er ook bij voor support. Dus we laten niet alleen maar dansen zien, maar we laten ook een beetje dat gedeelte zien. Eigenlijk alles wat er een beetje mee met de culture te maken heeft. Ja, ja toch? Want DJ X komt ook uit Amerika. Mm-hmm. En Kortna is uit Nederland. Okay. Zij draaien officieel op de hele grote breakdance events. Oké, laten we afspreken dat nog vlak voor het evenement dat een van jullie tweeën nog een keertje langskomt. Want dan hebben jullie waarschijnlijk nog meer informatie. En ik denk dat het gedeelte ook al hier is. Precies. En dan misschien dat we daar dan nog iets mee kunnen doen. Zonder dat alle camera's hier ondersteboven vliegen. Maar ik wens jullie in ieder geval voor nu heel veel succes met alles wat nog met de orga te maken heeft. Heel veel succes aan al die jongens en meisjes hier in Suriname die mee gaan doen. All eyes on you. Ja, toch? Ja, ja toch? Ja, helemaal. Toch? En Reinel, dan zie ik jou gewoon gauw weer een nog keer. Nog een hele korte kleine. Heel kort. Zijn er vrijwilligers die ons willen helpen tijdens het event? We hebben al een groepje, maar bel altijd even op 8512-502. 8512-502.
Of check mijn Facebookpage, Reinald Dalen. En dan maak je contact met ons. We proberen een vrijwilligersgroep te creëren. Om de gezelligheid mee te maken en natuurlijk de support. Ja, nou hartstikke goed. Dankjewel. En met B-boyen ga ik nu afsluiten. En moet ik vanaf deze plek Rubia Pengel feliciteren. Namens Iloa Udenhout. Jawel, dus vanaf deze plek hier piep, 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 hoera. En zeg ik meteen daarachteraan. Dankjewel Delmira's beautiful nails. Dankjewel Mel en Gies Hairbar. En vanaf vandaag mag ik ook zeggen dankjewel Jewelry and Art from Colombia voor de bling bling. Ja, bling bling is just such a girl thing. Voor deze mooie bling en voor een heleboel andere mooie moederdag ideetjes. Misschien kan je naar een van de winkels gaan van Jewelry, Jewels and Art from Colombia. Check onze Facebookpagina van Switch. Check ons ook op YouTube. Vanaf morgen is deze aflevering ook te zien. Alle andere vorige afleveringen die staan inmiddels al op YouTube. En ik zou zo zeggen, wat je dit weekend ook gaat doen. Je weet het, doe voorzichtig. Als je een glaasje op hebt, dan laat je je altijd rijden. Zaterdag zijn we er weer, maar dan is de herhaling. Volgende week donderdag ben ik er weer met een gloednieuwe aflevering. Ik zie jullie dan. Doei!